Hallo, hallo, hallo iedereen. Welkom terug op mijn kanaal Lucasfilm Door. We spelen weer Mario plus Rabbids Kingdom Battle. En we zijn weer bij een vet moeilijke uitdaging. Griezelcongres. Maar ja, wat is eigenlijk vet moeilijk? Vet moeilijk is het normaal van de lavakrater. Versla iedereen in een beurtlimiet van 4. Hoeveel gaan er zijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Heel veel. Lava ziggies. Lava platters. Nog meer lava platters. Oké, let's do it. Handgranaat. Wapeneend. Heet hij eigenlijk. Die gaat achter de steen staan. 50% kans. En het is de negatieve helft voor hem. Voor ons de positieve helft van de kans. Dat is een 100. Dus dat is logisch. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij door de buis kwam. Ik heb ze het liefst bij elkaar, want kan ik dit doen? Oh, dat wist ik niet dat hij een stuiter had. Nu is mijn hele beurt verspeeld. Ja, wat doe je eraan? Rabbid Mario kan hetzelfde lot hebben. Nu niet. Nee, niet twee keer achter elkaar. Woo!
Hele rare situatie, want twee pletters kunnen nu niet lopen. Ze kunnen wel de krachtmacht activeren. Mario heeft nog een schot. Maar kan Mario niet bereiken, degene op wie Mario schiet. Hier heb ik een 100% kans, dus daar ga ik dan maar voor. Oei, ik had eigenlijk nog eentje verder gemoeten. Maar ik denk dat Mario het wel kan leiden. Dat zijn er dus. Oeh, die net niet. Nee, dat bedoelde ik niet. Oh. Oh, ik drukte op A omdat ik dacht dat ik al op de tacklecel stond. Risico. Ik kan 190 en dan ben ik de lul. Nu niet. Die en die nu niet misklikken. Dit zou geen schade moeten doen. Dat doet inderdaad nul. Het gaat wel één van de schilden af. Oh, er komt wel door de buis nu. Gaat Mario toetakelen. Ja, die kan er niet bij. Fuck, ik had eerst de hamer moeten doen. Maar er was nog maar één vijand en ik kon het me permitteren. Die fout. Het was een fout. Ik had erop afgestraft kunnen worden. Want ik had die extra levenspunten van Mario in principe niet nodig gehad. Maar ik had ze wel. En ik overleefde het. Als Mario zijnde. En nu is het ook goed. Dus we gaan verder. Naar challenge 5. Dat er een kanon stond. Dat laat me denken dat er even geen challenge komt. Als we op de normale manier verder lopen. Dus ik ga even kijken wat er gebeurt als ik nu dit kanon neem. Dan moeten we denk ik die kant op. Dit is het slagveld waar we voor het eerst Bowser Jr. bevochten.
zie hem nog niet, de Challenge Rabbit. En hier bevrijden we ook Yoshi. De laatste character die bij ons zou komen. Oh, en dit is het doolhof, maar dat doolhof dat zou naar Bowser Jr. moeten gaan. Dus we lopen nu de verkeerde kant op. Maar waar die uitweg dus voor zorgt. Dat kanon. Dat zorgt er dus voor dat je die puzzel kan skippen. En dat doen we nu dus ook. Nog verder naar beneden. Maar dit is volgens mij wel de way to go. Want ik zie daar een nieuw slagveld. Dit is een puzzel. Die we moesten namaken. Maar ik zie nog geen nieuwe rabbit. Challenge rabbit. Ik verwacht hem. Ja, any second wou ik zeggen. En daar was hij. En het is nummer 5. Nou, goed, goede call geweest om het kanon te volgen dus. Alleen jammer dat ik eigenlijk het hele stuk wat ik had geskipt helemaal teruggelopen was. Omdat ik niet wist welke kant ik op moest. Maar goed, hier gaan we dus volgende aflevering weer verder. Pijn is fijn. Ik weet niet of dat helemaal waar is in alle gevallen, maar we gaan zien of het van toepassing is. In de volgende aflevering. Ik hoop dat je dan weer inschakelt en tot later. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube-kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij, waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!